Recap. Welkom bij de recap van Kermis FM, dag 2. Ik neem jullie mee langs alle hoogtepunten die we vandaag hebben meegemaakt. Zowel op radio als tv. En met radio ging het vooral over dansen, schreeuwen en zingen. Bessie, heb jij wel eens nagedacht over een carnavalsplaat met bijvoorbeeld, ik noem een lanterfantje. Nee, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Holy shit, dit is verschrikkelijk! En volgens mij ben ik nog niet vertrokken! Ja, mijn moeder luistert ook, die is niet trots op me, denk ik. Ik weet niet waar de Jasper is, maar die kwam net met oliebollen. Nou, kijk, dit is wel echt zo'n typische jongen van de staatsomroep. Die hebben wij op pad gestuurd en er komt niks uit. Lui en overbetaald. Lui, het salaris komt toch wel. Arrogant. Arrogant ook. Het is een fantastische dag, zeker na zo'n opening als gisteren. En dat je ziet dat het vandaag weer helemaal vol loopt hier het Kermislint. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Loop hier langs, Marco! Ah, dit is waanzinnig. Marco Schuimbaker in de studio, jongens. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Dans op de zweven door de lucht. Ja, dat klopt. Een dromen dans op wolken. Wil jij misschien zo meteen met mij een poliepje? Ik denk het niet. Samen, jij en ik. Oh, wil je dit alsjeblieft? Jawel, jawel, samen. Man. Samen. Jawel. Echt niet. Ik zie het in de ogen, die gaat niet gebeuren. Nee, die gaat niet. Ja, goed gebeuren. Mag je nou af? Nee, even de telefoon op. Over radio, nu gaan we weer verder met tv. En daar waren we met ze bij de allervetste attracties. En vandaag hebben we de Power Surfers gedaan. Yo, Dennis hier voor een nieuwe aflevering van Ste, waarin ik voor jou op zoek ga naar de vetste attracties op de Tilburgse kermis. We blijven steeds bezig, elke keer kijken van hey, is er nog wat leuk nieuws op de markt? Kunnen we nog wat kopen, nog wat erin bouwen? Dus beetje bij beetje proberen we toch zeg maar, een soort halve discotheek van te maken. Wil je ook alles meemaken? Check dan kermisfm.nl en onze socials. Houdoe! Kermis FM.